ben geboren in Geleen, niet ver hier vandaan. En opgegroeid met een muzikaal gezin. En ik heb ook vrij jong al het drumstelletje aangeraakt en trommel gespeeld. Ik ben het conservatorium begonnen toen, mijn 19e, na veel twijfel. Maar ik dacht, ja, als ik het nu niet probeer, dan ga ik er denk ik misschien nooit van komen. Ik moet het gewoon proberen. En ik werd aangenomen in Maastricht. De eerste 2 jaar heel veel geluisterd naar muziek, heel veel gekeken wie er speelde. Want het was eigenlijk een hele nieuwe wereld voor mij, jazz. Ik kende er bijna niks van, maar het beviel me ook wel, of zo, het greep me wel, dat ik daar wel echt heel lang mee bezig kon zijn. Ik denk dat ik die award heb gewonnen in het derde jaar dat ik daar zat. En dat resulteerde, ja, dat was heel tof om te winnen hier. Dat was heel onverwacht ook, eigenlijk. Ik ben naar Brussel gegaan het jaar daarop. Als Erasmus, uitwisselingsstudent eigenlijk. Het was voor mij een stap om muzikaal te groeien. Maar ook persoonlijk bijvoorbeeld. Of gewoon omdat ik in een grotere stad woonde en daar mijn weg moest vinden. Nieuwe contacten moet maken. Dus dat heeft me heel erg geholpen. En muzikaal was het vrij inspirerend. Zeker dat eerste jaar. Ik probeerde heel veel naar buiten te gaan, overal naartoe te gaan. En je kan er natuurlijk meer zien elke dag dan dat je, als je in Maastricht zou wonen, kan zien. Maar tegelijkertijd ben ik ook blij dat ik hier ben begonnen, bijvoorbeeld in Maastricht. Omdat het vrij klein is, maar er zijn ook heel veel kansen of zo. Je hebt laag in je drumstel, je hebt hoog, je hebt midden. Je hebt allerlei kleuren op je bekkens waar je iets mee kan doen. Dus op die manier kun je heel makkelijk iets melodisch spelen. Ja. Ik probeer een verhaal te vertellen. Ja. Iedereen doet dat op zijn manier. En ik vind het vooral mooi als iedereen dat doet. Het zou niet per se moeten uitmaken of het bijvoorbeeld heel druk is of juist niet. Of iets heel beangstigends of iets heel moois. Uiteindelijk, als iedereen een soort van hun eigen manier vindt om dat verhaal te vertellen, dan blijft dat zo heel eerlijk. Dat is een beetje waar ik naar zoek. Ik voel me ook niet per se een componist, maar ik ben er niet elke dag mee bezig. Maar het is heel tof, want op die manier kom je eindelijk dichterbij dat die soort van eigen stem of wat nou jou bezighoudt. Het is zeker leuk om in dat rijtje te staan van allemaal muzikanten die ik ook heel erg waardeer. En het was eigenlijk een prijs die je krijgt, die ze elk jaar uithandigen. Eén of twee, meestal, muzikanten die de masteropleiding hebben gedaan. En dus het was heel tof om te krijgen. Een soort van duwtje in de rug met een klein geldbedrag ook. En een mooi optreden in de Beaux-Arts in Brussel. Ik probeer dat realistisch te zien door op hetzelfde moment ook gewoon heel blij te zijn met allerlei projecten, bands waar ik al mee speel. Of mensen met wie ik speel. En tegelijkertijd langzaam steeds meer mezelf te pushen om echt iets iets te doen waar ik helemaal achter sta en iets te vinden. En dan elke keer kom ik nu weer terug bij muziek of wat ik eerst helemaal niet echt tof vond of waar ik later wel leuk heb gevonden en nu weer denk, ah ja, dat is toch wel heel goed eigenlijk en waarom niet? Waarom zou ik mezelf daarop moeten oordelen dat ik dat leuk vind? Dat soort vragen, daar zit ik nu een beetje in.
het zou altijd van heel diep moeten kunnen komen, eigenlijk. Ja. Daar zou het om moeten gaan. Anders heeft het gewoon eigenlijk geen zin allemaal. Ja.